Terwijl veel studenten nog op één oor lagen, begonnen de Tilburgse hoogleraren van de UVT aan hun reis. Ze hebben zich solidair verklaard met de studenten en protesteren daarom mee op het Malieveld tegen de bezuinigingsplannen. Goeiedag. U heeft hem al half aan, hè? Ik ben altijd aan het slapen in mijn toga. Heerlijk. Wordt dat zo? Nee, natuurlijk niet. Nee. Alleen voor hele bijzondere gelegenheden mag je hem aandoen. Mm-hmm. Dus vandaag gaan wij demonstreren tegen bezuinigingen in het prachtige land. Groot struikelblok in de bezuinigingsplannen is de boete die studenten krijgen als ze langer over hun studie doen dan voorgeschreven. Verwacht wordt dat er vanmiddag zo'n 20.000 studenten op het Malieveld zullen staan, met dus ook hier en daar een hoogleraar.